Ieder kind heeft recht op energie. Dat betekent dat Fenne altijd moe is. Eigenlijk de hele dag door. Als ze opstaat is ze eigenlijk al moe. En dan moet je de dag nog door. En voor Fenne is het gewoon, met alles wat ze gaat doen, moet ze rekening houden. Ze wordt daar erg in beperkt. Ieder mens heeft eigenlijk een batterij. En die van normale mensen zit helemaal vol. En als je dan gaat sporten, gaat die wel leeg. En dan als normale mensen dan uit gaan rusten, dan laat die weer op. Maar mensen met stofwisselingsziekte, die hebben maar halve. En dan gaat die steeds sneller leeg. En hij laat heel langzaam op. Ja, de levensverwachting 50% haalt 10 jaar niet. En helaas hoort Lasse daarbij. En 75% haalt de 18 jaar niet. Waarschijnlijk is het gewoon doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen. De vraag van je kind over de dood, hoe zou je daar als mens en hoe zou je daar als vader een antwoord op kunnen geven? Dat is altijd het meest ingrijpende, een van de meest ingrijpende dingen geweest rondom zijn ziekte. Nee, er is nog geen medicijn voor. Daar zijn ze wel druk mee bezig om te testen, medicijn. Dus, maar daar is nog veel geld voor nodig. En hoop dat hij op tijd komt. Hij heeft aan mij ook wel eens gevraagd van, kan ik nog beter worden van deze ziekte? En dan zei ik van, nee, je kan niet beter worden. Maar ik krijg toch medicijnen? Ja, die helpen jou een beetje. Maar daar word je niet beter van.